Goeiedag dames en heren, dit is Slaves to Armok, God of Blood, Chapter 2, Dwarf Fortress, lange titel. Ik wou even wat dingen laten zien hiervan, omdat ik het gewoon cool vond. Voor degenen die dit spel niet kennen, in dit spel begin je als 7 dwergen, go figure, right? Van een dwergenclan en je moet je eigen fort bouwen. In een geheel random generated world. En ik wou even samen met jullie een world genereren. Om te laten zien hoe awesome het is. En als jullie interesse in hebben, zal ik misschien nog wel een fort doen. Ik moet wel zeggen, ik ben niet super goed in deze game. En dat is niet omdat ik het niet snap. Dat is gewoon omdat de game best ingewikkeld is. En als ik faal, wat geheid gaat gebeuren. That's what we call fun in this game. Zoek het maar op in de wiki. Zoek maar op Dwarf Fortress Fun. Google het. Dwarf Fortress heeft een hele andere vorm van fun. Desalniettemin, laten wij Create a World gaan doen. Hij is nou alles hier. Welcome to the Alpha of Dwarf Fortress. Het is al 10 jaar en een alfa of zo, weet ik niet. As of July 2013, fan created wiki. Die is awesome. Dwarffortresswiki.org als je op zoek bent naar informatie. Desalniettemin, dit hebben we niet nodig. Oké, dus hier heb je de Create a World. We hebben de world size, de history length. The number of civilizations, the maximum number of sites, number of beasts, natural savagery en mineral occurrence. Je kan alles in principe zo laten staan als je dat wil. Je kan voor wat langere historie gaan als je dat wil. Ik vind het vaak leuk om wat extra civilizations te hebben, wat extra sites, numbers en de rest. En mineral occurrence everywhere, omdat mineralen heel belangrijk zijn voor het spel. En dan druk je op Y en dan begint hij met het genereren van de wereld. Zoals je ziet, wij zitten dus schijnbaar in Silminbaz, the Plains of Enchantment. Placing civilizations, historical figures. Je ziet het, we hebben nu al 3000, we zijn op jaar 30, bijna 4000, 800 daarvan zijn dood. Bijna 20.000 events bijbehorend. Dit gaat tot 250, omdat we medium hebben gekozen. Het kan zijn dat bepaalde civilisaties uitsterven omdat anderen ze vermoorden, whatever. Die shit kan allemaal gebeuren. Je ziet hier onderin trouwens. Oh, mijn muis werkt niet als we met dit bezig zijn. Ofwel, ja, hier. Die paarse dingen hier al. Dat is evil terrein. Maar dat kunnen we straks rustig nog bekijken. Technisch gezien kunnen we het proces stoppen wanneer we willen. Maar ik ga gewoon voor een volle 250 jaar. Want waarom niet? Als we het doen, doen we het goed. En eens even kijken, hoe ver zijn we? Zijn bij 80 jaar. Het schiet wel op. Nou hebben we al 17.000 historical figures. Niet al deze figures zijn heel bijzonder. Je hebt ook peasants en zo. Maar je hebt bijvoorbeeld ook letterlijk de goden van deze wereld. Technisch gezien zou je dat zien als historische figuren. Ze bestaan in deze wereld. Trouwens, een ander grappig ding is. Je kan dit ook in adventure mode spelen. En dan kun je, als je een fort hebt gebouwd en je hebt hem abandoned, dan blijft hij op de map zitten. En in adventure mode, als je een hero bouwt en je gaat adventuren, dan kun je je fort terugvinden als je dat wil. En dan kun je die helemaal exploren. Meestal abandon je je fort omdat er shitty dingen gebeuren. Zoals dat
je ineens een vampier binnen je muur hebt, omdat de Migration Wave een Vampire Dwarf had en je had het niet snel genoeg door. En voordat je het weet is het vampirisme door je hele fucking fort heen. Of een niet goed afgesloten cave waar je ineens een fucking invasie uit krijgt voordat je erop goed voorbereid bent, zeg maar. Maar die dingen blijven dus ook. Dus als je dan terugkomt in de Adventure Mode, dan kom je de problemen tegen die je in je fort had, zeg maar. Plus alle spullen die er liggen, kun je ook terugvinden. Dus specifieke gear, als je dwarfs artifacts hadden gemaakt in je fort, is er een mogelijkheid dat je die terugvindt. Of als je awesome wapens had, kun je die terugvinden. So that's all pretty cool. En hoe heet het, als in de Adventure Mode hoef je ook niet per se dwarf te zijn. Je kan ook human of elf zijn. Gek genoeg, elves hebben niet echt dorpen. Ik weet niet of dat nog gaat komen. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Maar zoals alles met Dwarf Fortress, dit is gemaakt door één man. Door één persoon. Met een beetje hulp van zijn broer, geloof ik. Zo, ja, het is zoals het is, weet je wel. Het kan allemaal niet zo snel. Desalniettemin, het is diep en het werkt goed voor wat het doet. Dus ik moet eerlijk wezen, ik mag niet klagen. 140. Oké. Okay. Jesus Christ, wat een boel historische figuren hebben we al zeg. Ik zou trouwens ook even wat dingen uitleggen van de map zoals je die hier ziet. Dit zijn wegen. Dit zijn dwarf cities, geloof ik. Dit zijn volgens mij mensensteden, als ik het goed heb. Je hebt allemaal dorpjes en hamlets. Dit is natuurlijk wildernij. Dit zijn bergen en hier ook. Vandaar dat er ook dwarfs zitten. Die houden van bergen. Wat is dit eigenlijk? Dat vraag ik me dan wel weer af. Oh, dat vinden we straks wel. Jesus Christ, we hebben al bakken met historische figuren. Het grappige is trouwens ook dat die historische figuren terugkomen als je dingen maakt. Zeg maar artifacts of mugs die van hele hoge kwaliteit zijn. Daar kun je zien wat er op gecarved is, zeg maar. Dat wordt omschreven. En daar kunnen ook historische figuren in zitten. Of hoogstaande dwarfs van bijvoorbeeld jouw fort of jouw civilisatie. Ook als je de muren engraved, want je kan daar tafereel op laten engraven, dan kun je ook bekijken wat er allemaal op staat. Maar alles in dit spel is super gedetailleerd. Niet zozeer grafisch zoals je ziet, maar alles wordt omschreven. Combat ook. Je kan, hoe heet het, letterlijk een dwarf hebben die in gevecht komt met een of ander beest. Dat beest scheurt een van zijn armen eraf. Dat kan gewoon. Je hebt bijten, trappen. Gewoon vechten met wapens. Ranged combat, die allemaal verschillende modifiers hebt. Je kan worstelen en eye gougen en dat soort shit. En mensen op gruwelijke wijze afmaken. Het is echt belachelijk gewelddadig. Tevens kun je, wat ik awesome vind, je hebt de Moon Door van Game of Thrones. Je weet wel die grote, dat grote deur waar je iemand voluit kan donderen. En dan dendert hij naar beneden op de stenen. Dat kun je ook maken in je fort. En als er dan bad guys als gobbos of whatever the fuck langskomen en je weet ze gevangen te nemen, dan donder je ze gewoon in de pit, executiestijl. Oeh, what the fuck. Ziet er allemaal voor zo mooi uit, hè. I love these old school graphics. Oeh, wat is dat? Ik zie daar een beker of zo. Ah. Oh, ik moet dit zo even uitspieken. Het grappige is, je krijgt, nadat de wereld gegenereerd is, een complete wiki van je wereld. Ieder persoon die erin woont. Alle events die er gebeurd zijn. Alle dingen die er zijn. Dus die 41.000 man kunnen we allemaal opzoeken in de Legends.
Het is bizar. Het is echt heel bizar. Oké, nog 32 jaar. En dan zijn we er. Je zal misschien denken, dit duurt wat lang. Ja, dat klopt. Maar ja, je genereert een wereld met 50.000 man erin. Met meer dan 250.000 events erin. En je zal straks zien hoe gedetailleerd die shit wordt omschreven allemaal. Het is awesome. Weet je wat? We gaan voor 230 jaar. Is goed genoeg. 230 jaar. Boom. Yeah, we're finished. Oh, laten we eens even kijken. Dit is allemaal random geneemd. Oh, what the hell is dat? Human Tower of Nusbitega op de Ashen Plains. Wat is dit? The Human Hamlet of bla 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 in the Hill of Frenzies. Oh, awesome. Oké, we're gonna use this world. Use. En nou gaat hij alles even verifiëren. Ja. We're good. En offload hij alle units in de legend. En dan kunnen wij dat bekijken. En dan zal ik jullie ook laten zien hoe bizar het is. Offloading units. Random generation op deze schaal is gestoord. There we go. Saving buildings. Zal die de historical figures misschien nog even op moeten slaan of niet? Saving coin information. Right on. En dit is eigenlijk de langste laadtijd van het hele spel. Maar ik moet eerlijk wezen, ik hou ervan om naar het scherm te kijken en het te zien groeien. Het is gewoon awesome. Nou, saving the history, which is... there we go. Oké, en dan zijn we terug. En dan hebben we onze wereld. En dat is region 2. En dan gaan we naar de legends. En dan... laat hij even alle civilizations en historical figures en zo. Oké, dus hier zie je het. Alle historical figures, sites, artifacts, regions, underground regions, civilizations, other entities, structure... Het is bizar. Oké, laten we eens naar de historical figures gaan. Dit zijn voornamelijk de grote beesten, de draken, de kolossai, de forgotten beast, die helemaal bizar zijn. Laten we gewoon de female dragon pakken hier al. Fire Patch, The Warmth of Diamonds. Zo heet ze schijnbaar. Inirairo Lawe Akre. Ja, Fire Patch werkt beter. Oké, dus dit is haar hele historie. Fire Patch, The Warmth of Diamonds was a dragon. She was one of the first of her kind. Dat betekent dat ze met het begin van de wereld is gekomen. Dus ze is niet later geboren. Fire Patch was associated with wealth and fire. Ze settled in jaar 1, settled ze in the Watchful Fields. She became an enemy of the South Council, of the Garish Confederation, of the South Council in West Clouded. In het jaar 9 was er een human, Mondbonesdaup, confronted Fire Patch. Was schijnbaar geen slecht, was schijnbaar geen goed idee, want hij ging dood. In het jaar 13 viel de draak Bogdeep aan. Slacht een aantal kobolds in Bogdeep. Routed een aantal mensen en destroyed Bogdeep. Wauw, dat is vrij badass. En became enemies van twee andere dingen. Nou ja, en zo gaat het zeg maar door.
tot de dood. En hier... Oké. Door wie was hij struck down? Struck down by the elf Mavi Budded Dusk. Defense deep of tufts in the watchful fields. Oeh, the watchful fields. Dus hij is, zeg maar, op zijn geboorteplek is hij afgemaakt. Dat is... hier heb je de related historical figures. Zijn zoon en zijn dochter. Related enemy entities. Het zijn eigenlijk allemaal enemies. Wie die allemaal heeft doodgemaakt. Notable kills. Minder notable kills. Maar je kan alle namen opzoeken hierin, zeg maar. En wat hij precies gedaan heeft, waar hij heen gegaan is. Of hij een organisatie is begonnen, whatever. Dus dit zijn de Forgotten Beasts allemaal. Jesus, zijn er nog best een aantal. De Titans. De Elves. Maar wacht even. Wacht even. Om even... We hadden net haar gekozen. En... She was struck down by... Mavi. Oké, daar moeten we geluk aan hebben. Mavi. Schrijf maar niet. Bud. Ja. Dat was zij. Dit is dus degene die die draak heeft vermoord. Ze is getrouwd. Ze settled. Became a herbalist. Dus is wat... In the early spring of 200, right cheek was stabbed out by a human named Yadda, wat ik niet eens graag... En ze begon the wilds te wandelen. Oké, en ze werd geconfronteerd met Firepatch and struck him down. Oké. Dus van herbalist ineens naar badass, dat is... Schijnbaar is die Nithit, de Thunder and Tranced... Redelijk. Dat ze... wat heeft ze nog meer gedood? Een horror bride? A creature husband of the... Oh shit. Ze is een badass. Wait. Ze ging ineens shit devouren? Mavi struck down, creature husband of the night. Waarschijnlijk is ze toen een vampier geworden. Ja, holy shit, of niet? Want waarom zou ze anders ineens mensen gaan devouren? Of dwars gaan devouren? Oh shit. Wazig meuk. Nou ja, dat heb je dus. Blub. Je hebt dus ook alle events en alle. Hoe heet het? Al die shit. There we go. Alle sites. En ook precies wat het is. De artifacts. Waar, het zijn eigenlijk allemaal boeken. Ik weet niet waarom. The region, civilization, structures. Waar was het ook alweer? Ik dacht dat er vroeger ook events waren. Oh nee, hier heb je alle events. Hier. The first age of myth was a time when living God and mighty beasts still held sway. Nou, dan zie je wie de koningen was. The first sin of the dungeons of Rewald founded cursed dust. Dus die heeft een specifiek... Of een lair of een... Groot kasteel of whatever. Of Hamlet gemaakt. Je kan alles terugkijken. Ho, wacht even. Wars. Allemaal oorlogen. Dat is echt... awesomeness. En dan zie je, kun je hier al kijken... Wat het precies is. Even kijken. Wacht even. The pillaging of plot fated. In the early winter of 3, the League of Adventurers defeated the static band of the Just Kingdom and pillaged hun plaats. Dus echt al die dingen zijn gebeurd en dat heeft dus weer vervolgacties
op alles wat er voor de rest gebeurt. En uit deze wereld begin je dan of een Dwarf Fortress of een Adventure. En dan afhankelijk van wat je daarvan kiest, begin je een van de twee games. Het is bizar, het is gratis. Ik zou zeggen, ik zal een linkje van de starter pack in de crotchbar dumpen, zodat jullie het kunnen downloaden. En als jullie het interessant vinden, moet je het zeggen, dan misschien neem ik dan nog wat op. Voor de rest, prettige dag.